Hallo mensen van MineQuest, ja, dit is Sander. Het is vandaag een nieuwe video en waar ben ik? Wat is dit boek? Okay. Ja, in ieder geval, dit is een nieuwe Let's Play series van Feed the Beast in 1.5.2. Ik dacht, daar was het wel weer tijd voor. Daar waren we een stukje vergeten. Een nieuwe map, nieuwe uitdagingen. Ik had ook stiekem gewoon gestopt met die oude Let's Play series omdat ik wist dat de 1.5 pack eraan kwam. Ik wist alleen niet wanneer. En ik wou het nog als een geheimpje houden. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Zowel, dan was dat een domme keuze van mij. Dat is dat mooie paarse hout. Wink. Dit is een boom van extra biomes. Dit is de Amaranth boom. Daar wil ik een setting van eigenlijk. Waarom ik op deze graphics speel is omdat en render distance is omdat ik anders een beetje te veel lag krijg. Er ligt daar een sapling. 2. 3. Mooi. Ja, waarschijnlijk gaan we dan eerst even in een caveje of zo wonen. Nou, 4 van deze settings van die paarse bomen gekregen, dat is mooi. Nou, laten we eens even die jungle ingaan. Eens kijken of we het allemaal kunnen vinden. Coco, dan neem ik even mee. Zachte cave, dus die gaan we even kijken. Nou, het is een beetje te donker nog. Moeten we eerst even kool hebben. Dat doe ik gewoon puur voor jullie, om jullie moeite te besparen om dan wat te gaan kijken, want anders zien we niks. Dat is vervelend voor jullie. Als ik met een mod ga werken, ga ik ook even uitleggen wat die allemaal doet en zo. Zodat jullie zeg maar een soort van mee kunnen. Van mee kunnen leven. Hier is de seed. Ook. Als je hem kan vinden of zo ergens. Seed, waar sta je? Maar dat was er zeker nog niet in 1.5. Of zo. Er zit een mini-map achter of zo, ik weet ook niet. In ieder geval, als jullie hem kunnen vinden, mijn best. Dus als eerste eens even gaan doen, is even een beetje hout hakken en zo. En jij doet het weer.
Het over NEI hebben, selecteer even recipe mode. Niet exit. 1 options recipe mode. Dat ik niet per ongeluk iets inhek. Wat er op het moment nog niet bij zit, dat is Zycraft volgens mij zit er nog niet bij en nog een paar andere mods. Nou, natuurlijk worden die later ook weer erbij gedaan. Maar dan zie ik volgens mij olie. Dat zwarte op de minimaal. Oh, cool. Met een hoed. Dat is waar, als je op V drukt kun je hoeden krijgen. Je moet ze wel eerst unlocken. Door monsters of mobs moet je te killen. Die hoed hebben, dan krijg jij die hoed. Dus wat we daar nou even gaan doen, is we gaan even die koe killen. Straw hat. Dat is dan een leuk beginnetje, dan zetten we die even op. V, straw hat. Je moet natuurlijk wel op dom klikken. Straw hat. Kijk maar toch eens. Zo leuk om al die hats te collecten. Nou, olie hebben we hier. Dan gaan wij hier waarschijnlijk dichtbij onze basis opzetten. Nu, hoe zet ik een waypoint? Even kijken. Staat dat misschien bij options en dan controls, waypoint. Moosty, mod switch, site, ik bedoel je extra. Even kijken. Nee, dat klopt ook niet. Nee, het is allemaal andere shit. Nee, laat maar dan. Dan moeten we dit even onthouden gewoon. Dan graven we onszelf gewoon even hier de grond in. Dan maken wij hier onze basis. Lekker. Loopt hier ook, hè? Ja. Zit je op de Skype in mijn Lotte? Nee. Nee? Oh, je zit er. Sorry. Nee, dat was mijn vader even die even langskwam. Als jullie dat niet erg vinden, als jullie dit niet kunnen zien, kan ik even kijken of ik. Oh, kijk, dit zal wel helpen. Zo. Crafting table, furnace. Dan zoeken wij eventjes.
nacht. En dan spawnt er allemaal vervelende shit. Dus die moeten we niet hebben, dus dan gaan we even naar binnen. Ik vind het best hoor. Zo. Zo, licht. Nog even dat koffer. Dan maken we hier een mijntje. Zo. Geef je welke difficulty staat? Hè? Oh, zo. Beter. Dan ga ik even wat toortjes maken. Dat jullie eens nog wat kunnen zien voor als de furnace uitvalt. Zo, een torch. Iron, mooi. Zo. Gaan we even omhoog. Zo, meer charcoal klaar. Zo. Maak wel even een wacht. Steeds nodig. Staan pickaxes. Nou, dat was het voor deze episode. Volgende keer gaan we verder.